dan kom je minstens Nienke is 3 meter. Ik wou net zeggen, dan heb je toch wel een hele grote staaf nodig om dat te verdedigen. Ik weet het hoor. Wacht. En jij kan dat tweeden. Ideale befhoogte. Misha is gewoon klein. Misha is gewoon klein, weet je. Ja, ja. Vind je niet ook dat hij een geel baardje heeft? Nee. Hij lijkt daarom meer op een aap dan een gorilla. Vind je niet ook dat hij een geel baardje heeft? Nee, hij lijkt daarom meer op een aap dan een gorilla. Ik heb maar 1 ding te zeggen over apen en gorilla. Dat ze in de dierentuin thuis horen. En zo snel mogelijk terug moeten. We vonden apen en gorilla heel leuk. Vooral de filmpjes met dat dansje. Apen en gorilla was echt een ontzettend leuke aanvulling op Wouter Hamel. En de nijlpaard die zo in de weer ging. Leuke beelden, leuke grapjes. Was gewoon leuk. Ik heb een nijlpaard voorbij zien komen. Wat was er nog meer? En een paard was het. Oh ja, de lopende mensen. En verder weten we niet meer, maar het was wel leuk. Het fleurde de boel mooi op. Sirius. Nu is een aap, nou. We zijn nu onderweg naar Deventer. Ons 8e optreden als apen en gorilla. Waar kijk je filmpjes van je boekhouders? Een optredend burgerweeshuis voor de weesjes. Nou, dat wordt super vet. We zijn pas 3 keer verkeerd gereden. Heb je ook de interactie tussen de prinses en de dinosaurus? We hebben cappuccino, hele lekkere. Met een aapje erop. Ja. Nou, steek maar van wal. Zo zeg je dat toch? Apen en gorilla is prinsessen met snorren. Prinsessen met snorren. Je hebt geen eens snor. Je hebt geen eens baard voor de gast. Maar ik ben wel een prinses. Ik ben Misha. Ik ben Sander. En samen, zijn wij aap en een gorilla. Jij weet altijd zo mooi te verwoorden. Wat wij doen? Ja. Audiovisuele performance. Wat wij doen bestaat een beetje uit 2 delen. Het eerste deel is het voorprogramma van Wouter Hamel. En dan... Dan draaien wij plaatjes. Aap. En daarna? Draaien we plaatjes. En Sander maakt dan kunstzinnige beelden daarbij. Artistieke beelden. Ja, Misha draait dan Franse chansons. Ja. Show geven we eigenlijk, waarin we plaatjes draaien en VJ'en live met allemaal animaties van stop-motions, van speelgoed dingen tot gefilmde dingetjes van onszelf. En dan spelen we en dan maken we er een feestje van. Laten we robotjes over het podium rennen en dat soort dingen. En dat werkt altijd wel leuk.
Apen en Gorilla is niet alleen een show tijdens het voorprogramma, maar wij gaan ook nog door bij Wouter Hamel. Dan als Wouter Hamel zelf aan het spelen is, dan gaan wij nog door met visuals alleen maken. Met die overheadprojecten en de animaties op, die, ja, op de grote scherm, op de beam. Tijdens het optreden van Wouter Hamel zetten we dus in plaats van de plaatsspelers een overheadproject neer. Daar ben ik vooral mee bezig tijdens het optreden. Wat ik een beetje probeer te doen eigenlijk is, we hebben zeg maar een hele doos vol met allemaal speelgoed en troep eigenlijk voornamelijk. En ik probeer daar een beetje leuke verhaaltjes mee te maken. Het is toch altijd weer fantastisch om dan op het podium te staan en weer wat nieuwe dingetjes te hebben en dat uit te proberen. En dan lekker kloten, gewoon met allemaal dingetjes bezig zijn. Als een klein kindje, zoals we zeiden, spelen of als een aapje. Jij een gorilla, want jij bent een gorilla. Jij lijkt namelijk... Die maakt toch hetzelfde geluid? Hoe doet een gorilla dan? Dieper. Hoe dan? Meer bas. Je bent bas, toch? Nee, ik ben Misha.